Hallo allemaal, we zijn nu aangekomen bij de zeven provinciën. Dat is de naam omdat hier zeven Duitse gebouwen hebben gestaan, volgens mij nu zes. We gaan zo lekker een rondje hier over het terrein wandelen. Daar zo is het eerste gebouw. Zo, ik hoop dat hij een beetje scherp staat, dat valt op dit moment heel moeilijk te zien. En dan dat witte gebouw is niks. Dat is nieuw gebouwd. Waarschijnlijk had daar bij nog wel een oud Duits gebouw gestaan op die plek. Dat durf ik niet eerlijk te zeggen. Daar komen het Duitse gebouw al. Nou, ik ga gewoon even verder lopen. Ze waren trouwens barakken. En hier zie je nog een 3 op de muur staan. Waarschijnlijk wel origineel, dat zie je wel op meer van dit soort gebouwen. Nou, ik loop even verder, ik zet hem hier op pauze en bij het volgende gebouw. Dan zet ik hem weer verder. Tot zo. Dit is het volgende gebouw. Gebouw nummer 4. Kijk even dat ik niet bij de mensen naar binnen film. Zou ik zelf ook niet prettig vinden. Kom daar alweer de volgende gebouw aan. Probeer een lekker lange video. Kijk eens aan, een gebouw wat niet door de mensen is teruggenomen. Deze staat volgens mij nog compleet verlaten. Nou, alleen maar leuker, want ik kan er een keer van wat dichterbij zien, hè? Ze waren natuurlijk allemaal gecamoufleerd. Dat is diep. Als de ramen. Ik zou hier niet al te lang blijven, anders word ik straks nog gezien als inbreker. Daar heb ik ook geen zin in. Want ik heb natuurlijk uiteraard geen slechte bedoelingen en ik maak niets kapot. Gebouw 6. Ik moet heel goed kijken, want het is een hele diepe gaten deze. Kijk eens, hier kan je nog binnen kijken. Zo, dus het gebouw is van binnen. Nog oude luiken. Dit was hem. Hiermee eindig ik ook de video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.